Ik ben David Gonsalves. Ik ben zanger-acteur. En momenteel speel ik in de musical The Lion King. En ik mag daar de rol doen van Mufasa. En wat ademt en leeft. Dan doe ik mijn warming-up outfit aan. Bereid ik me een beetje mentaal voor. Even stretchen, vocal warming-up. Lichaam even warm maken, zodat de spieren geactiveerd worden. En meestal doe ik ook nog even in de gym. Je hebt een klein beperkt sportschooltje onderin het gebouw. Daar doe ik even grote spiergroepen aanspreken, zeg maar. Nu dat ik al geruime tijd aan het spelen ben, kan ik echt oprecht zeggen dat de rol echt dicht bij me is gekomen. En dat ik hem ook speel zoals ik hem zelf het prettigst vind ofzo. Ik ben natuurlijk ook zelf vader. Als ik met mijn kinderen ben, merk ik ook af en toe dat ik in dezelfde gewoonte streed als Mufasa dat doet. Heb vertrouwen van. Hij is natuurlijk een koning, maar als je zijn karakter omschrijft, dan is het een leider van nature. Maar ook een heel zachtaardig type die eigenlijk heel erg begaan is met anderen. En ik merk dat ik gek genoeg daar ook eigenschappen van heb. Dat ik altijd denk van, nou ja, ik kan toch best wel wat hooi op mijn vork nemen. Ik ben het gewend, dus ik cijfer mezelf wel even weg. In al wat adem. Maar dat je niet verliest wat je eigen waarde is. Dus dat vond ik wel mooi, dat ik dat met hem kon verbinden. Ik merk wel dat ik het best functioneer als alles een plek heeft. Je kunt me bijna een soort van neuroot noemen. Maar alles heeft wel echt zijn plekje. En dat geeft mij een bepaalde overzicht en rust. Dan ga je naar Kap en Griem. En daar word ik helemaal onder de schmink gezet. Wat ik hoop over te brengen met de rol Mufasa is dat ik bepaalde boodschappen die echt de musical tekenen, de onderliggende boodschap, dat ik die heel duidelijk weet over te brengen in mijn scènes en in mijn tekst. En dat ik zeg maar een dusdanig indruk weet achter te laten bij het publiek. Dat op het moment dat mijn collega's refereren naar Mufasa in de musical verderop, dat ze gelijk de sfeer terugvoelen van, oh ja, dat was die Mufasa, dat was dat moment. Want dat maakt het verhaal, of breekt het verhaal. In jou, in mij. Vanuit daar doe ik mijn outfit aan, pak de motoren, want ik heb ook het masker is ook, wordt ook bediend door motoren. En de pruik, die er ook nog bij hoort. In zon en maan. Zodra ik zeg maar in kostuum ben, dan gebeurt het al eigenlijk, dan is het al gelijk raak. Dan doe ik nog een paar moves en manoeuvres met mijn masker, zeg maar. Dan automatisch dan word ik geactiveerd en dan ga ik in mijn rol. Ja, dan is het echt oké, showtime en dan staan we allemaal op onze plek. Zijn leven voort. En dan sta ik met mijn vrouw in de show, Sarabi. Sta ik voor de rots en dan daar staan we klaar om de show te doen. Daar in leven zijn, in wind en water. Na de company call en voordat de show begint heb ik echt, ik denk maar een 4 minuten, dat ik eventjes mezelf toespreek en af en toe eventjes mijn tekst nog even door. Doorspreek voor mezelf, om even dat zeg maar je spraak ook een beetje opgewarmd is. En een beetje, zeg maar een soort van meditatiemomentje. Yes, let's do this.